Hey, wat je net zei, hè, er is inderdaad was een artikel over dat kunst en cultuur straks alleen nog maar weggelegd is voor rijke luiskinderen. Ja. Omdat het gewoon niet meer te betalen is uit de opbrengsten van het geproduceerde werk. Platen maken is niet meer te betalen. Ja. Dat is nooit meer terug te verdienen, anders dan via ander werk. Dus als je jong bent, neem je een krantenwijk. Als je wat ouder bent, trouw je een rijke vrouw of een rijke man. En als je een gearriveerd artiest bent, ga je heel veel optreden. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als een krantenwijk nemen, vind ik. Want de kwaliteit van in een studio werk is heel wat anders dan de kwaliteit van live optreden. Let wel, de beste band ooit, daar is iedereen het over eens, heeft hun meesterwerken gemaakt toen ze besloten om nooit meer op te treden. Dat waren de Beatles. Ja. Die hebben in 4 jaar tijd hebben ze het hele muzieklandschap hebben ze veranderd. En ja, die kans moet je gewoon krijgen. Die moet je, ja. Maar dat is eigenlijk heel triest bericht. Want je moet eigenlijk toch in staat zijn om je boterham te verdienen. Als je je ei kwijt wil als componist en zanger. Ja. En uitvoerend artiest. Ja. Dat is natuurlijk langer al aan de gang in de zeg maar klassieke muziekwereld. Maar het is dus nou ook in de populaire muziek aan de gang. Of het in de klassieke muziek is, dat weet ik niet precies. Want in de tijd van Van Bach heeft die man ook heel veel heeft hij geschreven en is gewoon daarvoor betaald. En door opdrachtgevers in die tijd. En vanaf Verdi was er gewoon auteursrecht en werd er gewoon voor betaald. Hoe het moet, weet ik niet. Maar kijk, er wordt nu maar constant gezegd tegen iemand die een plaat maakt. Nou, dan ga je toch lekker veel optreden, want dan kan je geld terugverdienen. Het is een ander vak. Je gaat ook niet tegen een schrijver zeggen, nou, als je een boek hebt geschreven, ga je het gewoon elke avond ga je ergens het voorlezen. Ja. Dat is wat anders. Iemand moet gewoon datgene doen waar hij het beste in alles is. Alles wat je optreedt, dan kun je die tijd weer niet besteden aan het volgende nummer schrijven. Precies. Maar dat zou dan, zeg maar, ook weer een oplossing kunnen zijn via een basisinkomen bijvoorbeeld. Nou, dat zou een heel goed. Ja, dat, nou ja, zoals in Finland nu. Die proef. Ja, precies. En in Utrecht. Ik juich dat heel erg toe. Zeker voor de kunstsector zou dat een oplossing kunnen zijn. Ja, ik denk dat ik daar heel erg en hardgrondig mee eens ben. En ook vanwege de robotisering. Er vallen toch heel veel banen weg. Gewoon ook reguliere banen. Ja. Terwijl er wel heel veel geld verdiend wordt. De wereld verandert. En daar zien we nou de tekenen van. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Jamiroquai met Virtual Insanity.